Yo mensen, super tof jullie in een nieuwe video. Vandaag ben ik eigenlijk in een plek. Dat is wel logisch. Maar ik ben buiten, hey. En ik heb een step. Deze is van broertje, die nu aan het filmen is. Hoi. Hoi. En wij gaan vandaag iets super leuks doen. Met deze step. Want jullie weten dat ik weinig video's maak. Soms één keer in de week, soms één keer in de maand. Dus vandaar, ik stream ook heel veel. Ook op dit account. En op de achtergrond hoor je het geluid van de step. En ja, ik ben hier eigenlijk gewoon... daar ben ik niet echt blij mee dat ik weinig video's maak. Dus om het goed te maken, maak ik even een video met deze step. Want dit is echt een hele grappige step. Want hij is niet zoals andere steppen, hij is gewoon elektrisch. Daarom, vandaar ook dat geluid. Ik ben ook samen met Thomas. Hi. Dat is mijn neef. Thomas. Dat is mijn neefje. Oké, jongens, ik ga nu snel terug, let op. En wij hebben er wel zin in. Hopelijk jullie ook. Dus smash op het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Vergeet ook niet op dat belletje te drukken. En aan die houten camera weer vast. Wacht even. Is goed. Of is dat een steentje? Is dit een steentje? Thomas, wil jij... Ik kan hem even zien. Oké. Houd aan de camera vast. Sorry voor de hand. Ja, mag ik het? Thomas, laat door en zo voor de weer. Kijk, Thomas, die gaat super hard. Die gaat meteen. Oh, maar Thomas durft niet te keren met het ding zelf. Hij wil het gewoon vastpakken. Oké, nu is Dorian. Ik heb iets heel grappigs in mijn hoofd. Oh, je kan ook zo bom. Dat gaan we dan niet voorstaan. Ik ga een wiegje maken. Ja, dat kan ik hoor. Ik raak me dood. Iemand zijn hand eraf? Zagen jullie die wielen niet? Nee. Je kan ook dit, kijk. Nee. Kijk even, want hij is elektrisch, hè? Dat is deze. Staan. Vroom, 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 vroom. Oh. Okay. Dat was mooi. Sorry. Het is best wel mijn hand zo recht te houden. Ik ga daar. Het maakt wel leuk om video te maken. Dat geef ik toe. Daar gaat Thomas. Deze step is geweldig! Alleen jammer dat je moet opladen. Nee, toch al! Hoe zei het? Yes, ik heb afgepakt, jongens! Niet, joh. Kijk. Tada, 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 tada. Wow, ik kan het ver inzoomen. Stil. Boeda, ben je. Boeda, 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 boeda. Kijk, daar is de bal. Van de hond. Ik had vroeger een hond. Die moest mijn moeder weghalen. Ja, omdat hij veel aan het bijten was. En we hadden geen tijd. En we hadden geen tijd, ja. Wow. We gaan echt snel. Alan, ik bevries mijn haar. Dat is heel grappig, Thomas. Thomas gaat ervoor. Hier mag ik weer? Schrik. Geen tegen me aan. Oké, kom terug en daarna ga ik. Oh, boem. Waarom heb je zelf niet gevraagd voor de elektrische step, Dorian? Nee, ik wist ook niet eens wat ze bezonden. Echt niet? Zelfs bij de kerstbeel bij de Carina. Kijk, daar gaat door. Was van Dorian. Dorian mag Thomas ook zo filmen.
of nee, niet op je knieën, dat gaat pijn doen. Ik zeg het je nog. Oh, it's a gangster. John Cena. Oké, haal mij nog eens in. Ik ben Thomas. Piep in de kamer. Thomas, waar sta je op het beeld? Oh, ga weg! Okay. Pak het vijs! Oké, nu mag Thomas filmen als hij wil. Ja, als hij wil. Niet met je hand voor de camera. En goed vasthouden. Heb je hem goed? Ja. Oké. Aaron gaat keisnel, jongens. Ja. Hij gaat zo snel als hij kan. Nee, niet. Nee, kijk, let op. Dit is heel snel. Ja, maar ik denk dat hij wel iets harder kan. Maar dan moet je echt over een goed gladde weg. Ja. Maar dan kan je ook uitglijden. Wow! Je hand staat ervoor telkens. Zeg maar, je houdt hem zo vast, maar dat moet je niet doen. We kunnen ook naar de speeltuin. Helemaal daarachter. Oké, wij gaan het even vragen. En Alan die vertelt het wel. Oké, Alan, vertel even wat we gaan doen. Nou, en dan staan we voor de deur. We zijn niet buitengesloten, maar Alan die gaat vertellen wat we gaan doen. Jongens, we gaan doen. We gaan naar de speeltuin en dan kunnen we keihard, want dan hebben we veel meer ruimte. Daar zo in de tuin hebben we echt geen ruimte om zo snel mogelijk te gaan. Thomas, die komt nu hierheen. Kom maar. En hij gaat één klein stukje proberen om zo hard mogelijk naar de overkant te gaan. En ik ga deze sprong maken. Wow. En nog een sprong. Deze is iets groter. Oké, Alan, wil je filmen? Dan kan ik daar naartoe stappen. Nee, maar zo meteen als we naar zijn richting de speeltuin, bij het allerlaatste stukje. Nee, bij dat stuk. Nee, maar ik wil ook niet alleen maar zo meteen. We moeten even rennen. Alleen is misschien jullie met de camera aan handen. Oh my god! Dus vandaar. Alan, ik ben nu. Alan! Ja, nu ben ik. En dan dit stukje. Moeten we daar? Nee. Maar ik wil het harder stukje zo meteen doen. Mag ik dan daar van boven naar beneden? Nee, dan gaat Dorian doen. En daarna gaan we ons de dag vanaf. Zo hard. Tada. Dorian. Ja, hij kan harder, maar nu moet stappen een klein beetje. Stop hem. Kijk, dan gaat hij harder. Ja, dan gaat hij van het zelf. Oh, ga! Door, gaat het hard! Wow. Stop maar! Oh, misschien is daar zo. Hier zo! Mag ik weer? Toch ga jij even filmen. Jongens, sorry voor mijn gezicht. Met twee handen. Wacht even, je hand. Zo. Nu met je hand voor. Ja, zo is het voor mij. Oké, nu gaat Alan weer. Dit is echt super leuk, deze step. En. Oh, wacht even. Kijk. Als ik even inzoom. Zie je daar nog een speeltuin? Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Het is een beetje wazig dat inzoomen. Omdat ik heel ver kan inzoomen. Ja, dit is ook wel grappig hier. Hey, Thomas, dit is leuk! Ja? Oké, Thomas, film eens. Film mij even. Ik ga. Jongens, ik ga daarop proberen te klimmen. Oké, hou hem weer vast zoals je net deed. Ja. Alle, kan jij nu filmen? Zie
zien jullie, daar is die. Hij is al een beetje hoog, maar ja, hij is best wel hoog gegaan. En daar is Alan. Alan! Zo, Dorian! Dit is best wel hoog, joh! Nee. Alan, ga jij filmen? Mag ik op de step? Ja. Mag jij je zo. Dat was even spannend, maar we zijn koud. En op zich is dat ook wel logisch, want... Zo. Want je gaat op metaal. En metaal is koud als het buiten blijft, dus... Ook wel heel logisch. Maar ook wel leuk voor de video, denk ik. Ja. Wij gaan nog even verder steppen. En aan doet de outro. Ja. Hey, maar jongens. Dit. Het is heel leuk die step als je wou kiezen. Jongens. Outro. De outro dat. Heet dat? Oké, ik doe de outro, want hij heeft er een beetje moeite mee. Ja. Aan is de eindstand. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Smash en op het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet op het belletje te drukken. En tot de volgende video. Doei! Doei!